zilverkleurig, dat is geen schimmel. Binnen de minipaardenfokkerij kennen we eigenlijk heel veel verschillende kleurtjes die je bij andere rassen niet altijd tegenkomt. Zij is pas geschoren, dus zij heeft nu die mooie appeltjes erop. Nou, hopelijk blijft dat over de zomer. Maar over een dag of 10, 12, dan begint de vacht weer helemaal te glimmen en dan is het ook net echt zilver. Daarnaast loopt een paardje, dat is niet zomaar een bruine, dat is een zilvervalk. Nou, dat is dus eigenlijk een beetje een kruising tussen wat ernaast loopt en een zilverkleurig paardje, vandaar de lichte staat. En de rest van het lichaam heeft een donkere valkkleur. Zo noem je dat dan. Een fjord bijvoorbeeld is eigenlijk een lichte valk. Dus dan heeft u een beetje een idee over de kleur. Nou ja, ook zij gaat straks weer glimmen als de haren een paar millimeter langer worden. Dan daarachter bij Maxime. Zij hebben eigenlijk de makkelijkste kleuren. Dat is namelijk gewoon zwart en wit. Het rechterpaardje die lijkt nu niet echt zwart, maar dat komt omdat het een tweejarig paardje betreft. Nou ja, de echte gitzwarte kleur die komt eigenlijk pas iets later. En ook omdat zij geschoren is, is ze wat lichter uitgevallen dan over een paar maandjes als ze het lekker in de wei heeft gelopen. Nou, daarnaast loopt ook een tweejarig merrietje. Die is helemaal wit. En die is niet zomaar wit, dat is een cremello. En dat houdt eigenlijk in dat zij blauwe ogen heeft. Wat wij kennen van andere diersoorten is eigenlijk een... Waar kom ik niet meer op mijn woord? Wie gaat mij helpen? Wit met rode ogen. Albino. Nou, van andere diersoorten kennen wij eigenlijk albino's. Dit is een beetje vergelijkbaar, maar niet exact hetzelfde. Ik moet zeggen, ik werk mijn hele leven al met paarden. Ik ben nog niet zo oud, maar dat is toch al een tijdje. En ik heb nog nooit een albino paard gezien. Dus ik heb nog nooit een paard met rode ogen gezien. En zover ik weet bestaat die ook niet. Dit komt eigenlijk het dichtst bij. Het is een gemello en die heeft dus blauwe ogen. En dat houdt in dat hij twee keer een verdunfactor heeft. Nou ja, dat is voor de mensen die heel geïnteresseerd zijn in paardenkleurtjes. Dat is heel interessant voor de fokkerij. Want als een paard twee keer verdund is, geeft hij altijd één keer verdund door. En dan krijg je eigenlijk de kleuren die hier vooraan lopen. Dus voor de fokkerij vinden wij dat heel erg leuk dat zij wit is. In de zomer als het 30 graden is en de zon schijnt, is het iets minder, want ze verbrandt levendig. Dus dat houdt in dat als het heel warm weer is, dat zij overdag op stal zou moeten en s'nachts naar buiten kan. En niet andersom. Dat kennen wij ook wel een beetje van het vriezenpaard om ze zwart te houden bijvoorbeeld. Nou ja, we zien dat ze heel hoogbenig zijn en heel rank. Nou kunnen ze ook nog gigantisch leuk lopen. En gelukkig kan Adam dat ook. Dus ik hoop dat Adam een klein stukje wil rennen met ze. Misschien moeten we Adam een beetje aanmoedigen. Hey Adam! Kijk. Nou ja, ze hebben er nog niet zo'n zin in, maar we zien eigenlijk al wel dat ze vrij sierlijk lopen. En dat is eigenlijk ook wat wij heel graag willen. Dit zijn tweejaarlingen trouwens. Dank je, Adam. Adam heeft een topconditie hoor, een topsport. Maar wat wij eigenlijk met ze doen, dit zijn tweejaarlingen. Als ze een jaar of drie zijn, dan gaan ze bij ons meestal of bijna altijd voor de wagen. En dan zou ik zeggen van nou, mijn paardje is toch niet zo sterk. Even ter indicatie trouwens, Adam is 2,8 meter geloof ik. De paardjes die daarnaast lopen zijn ongeveer 86 tot 88 centimeter. Dus die zijn nog wel redelijk van formaat hoor. Uiteindelijk worden ze ook nog ietsje voller, ietsje steviger. En voor degenen die dan wel eens cement hebben, dan kunt u nog niet voorstellen hoe sterk ze in godsnaam zijn. Want als ze gaan rennen, dan is er niks meer aan te houden. We kunnen twee volwassenen aanhangen, maar dat wordt niks. Dus het is net een echt paard. Daardoor kunnen we eigenlijk heel mooi met een tweewielige sulky met ze mennen. En op een vlakke weg zou het ook met een vierwielige sulky kunnen. Maar die gebruiken we voornamelijk voor dubbelspan of vierspan of zes of acht. Zoveel als het leuk is. Of hanteerbaar is eigenlijk. Maar één zo'n paardje kan makkelijk twee volwassenen op een sulky voor.